De stichting SS Music Art Foundation heeft vandaag op de MC Jesseren School de kick-off gedaan van haar fundraisingscampagne Wang SRD Fupot Skorobching Singina He. De lancering van de campagne ten behoeve van het organiseren van een internationaal scholierenfestival in Suriname was op 12 april eerder dit jaar. Volgens Heliante Redan, managing director van de stichting, zal de fundraisingscaravan langs verschillende VOJ en VOS-scholen in Suriname gaan. Dat wij al sinds 2008 bezig zijn met afvaardiging van scholieren naar internationale festivals, Cayenne, Guadeloupe, Martinique. En hoe vindt dat nu is het tijd om het ook in Suriname te doen. Maar amoni no bendoro, dus daarom dat we deze actie doen. En daarom dat we zeggen van weet je, we willen ook in Suriname internationaal scholieren songfestival. Redan zegt verder dat de organisatie heeft geprobeerd alle scholen in kaart te brengen. Dus we gaan echt proberen naar alle scholen in Suriname te gaan. We melden de scholen vooraf voordat wij komen. Dan halen wij de SRD'tjes op, zegt Redan. We gaan echt ook een keertje naar Nikeri, we gaan ook naar Kommerwijnen, we gaan maandag al naar Para. Sanderij komen we ook aan, Lelydorp. Dus we hebben echt geprobeerd alle scholen te betrekken. Wat ik wel wil vragen, scholen die we misschien nog niet hebben gecontact, dat zij contact met ons opnemen, zodat we ook bij hun langs kunnen gaan. Ze kunnen dat via onze Facebookpage van de stichting SS Music Art Foundation. Anno lever alla money op, dat zeker niet. Wat we al hebben is Telesuur als hoofdsponsor. Maar je moet ook eigen middelen hebben. We hebben ook hele goede gesprekken met Torarica gevoerd, die ons scherpe prijzen heeft gegeven. Want dit is Mafdoro Sekong, moeten ze een goed verblijf hebben. Dus dit gaat het sowieso niet helemaal opbrengen. En we willen gewoon het maximale eruit halen. We zien wel hoeveel het wordt, maar otapuan olo. En we gaan door tot de vakantie en we proberen in oktober ook de scholen die we nog niet hebben gehad te bereiken. We beginnen op 12 oktober met de audities. En dan gaan we alle winnaars van alle talentenjachten, alle scholieren songfestivals die dit jaar in Suriname zijn georganiseerd. Die gaan we dan uitnodigen om mee te doen. En de jury zal dan 5 mensen uitkiezen. Deze 5 gaan Suriname vertegenwoordigen op het internationaal festival dat we in november in Suriname willen houden. Dit jaar november. Dit jaar november, dus we hebben al die centjes nodig, al die 1 SRD'tjes. Heliante Redan, managing director van de stichting SS Music Art Foundation. Ze sprak vanmorgen bij de kick-off van de fundraisingscaravan ten behoeve van het internationaal scholierensongfestival dat in november in Suriname wordt gehouden.